Want hebben jullie ze ook nog ontmoet, Astrid en Sonja? Ja, we zaten eigenlijk heel, ja, een beetje bijzonder gespannen naar elkaar te kijken. Hoi, leuk dat jullie kijken. Ik sta op dit moment naast het prachtige RTL-gebouw, waar straks de persdag van Judas gaat beginnen. En alle acteurs en de regisseur zitten al met smart op ons te wachten, want wij hebben natuurlijk de leukste vragen voor hun klaar liggen. En ja, die ga ik straks allemaal stellen. Let's go. Ik wil dat Willem weer de bak in gaat, want daar hoort hij. Je bent wel zijn zus. Dat maakt niet uit. Als je niet met hem bent, dan ben je tegen hem. Dan ben je tegen hem. Eerst een soort van basisvraag. Hoe hebben jullie de hele opnametijd ervaren? Het is heel spannend om een boek, wat heel veel mensen hebben gelezen, om daar dan drama van te maken. Ik kwam van daarvoor van Dr. Tinus bijvoorbeeld. Dan is het op zo'n set best lachen met elkaar en gezellig. En hier was de sfeer totaal anders, want je bent bezig met het neerzetten van een heel zwaar drama. Eerst zocht ik naar een goede Astrid, omdat zij ook wel het hoofdpersonage is. En toen kwam ik uit bij Rivka Lodijze. En toen zochten we een goede tegenstrever met het postuur van een grote man, helblauwe ogen, of strak blauwe ogen, ijzerblauwe ogen. Dan kom je al heel snel uit. Bij Barry Asper, maar die vond ik. Voelen jullie nou ook extra druk omdat het over een waar gebeurd verhaal gaat wat op dit moment nog best wel relevant is? Dat had ik wel, ik denk jij ook, hè. Je hebt toch te maken met mensen die er zijn. Die wil je dan nergens tegen je in het harnas jagen of beledigen of zo. Het lijkt me heel raar als een film over jouw leven wordt gemaakt. Ik zou denk maar alles denken, oh my god. Zo doe ik niet, ja. Zo ben ik niet. Want hebben jullie ze ook nog ontmoet, Astrid en Sonja? Ja, het was eigenlijk een soort van meer een soort ontmoeting en een soort wederzijdse nieuwsgierigheid. Want het was voor hun natuurlijk ook heel nieuw dat er opeens acteurs hun verhaal gingen spelen. Dus we zaten eigenlijk heel, ja, een beetje bijzonder gespannen naar elkaar te kijken. Ik zie nu jou hier zo als jezelf staan. Dat ziet er een heel stuk anders uit dan in de serie. Wat is er gebeurd? Ik kreeg voordat ik ging draaien een klap op mijn neus. Rob Hillebrink. Die heeft een mal van mij gemaakt en die heeft uiteindelijk de uiterlijke kenmerken van Wim Holleder erop geboetseerd. En die plakte dat elke ochtend op mijn gezicht. Hoe toon je emoties met zo'n plakkaat over je gezicht heen? Nou, het beweegt mee wel. We hebben ook wel echt gerepeteerd. Ja. Maar bijvoorbeeld als het heel warm was, dan was het weer heel, heel zwaar, want dan voelde hij natuurlijk dat het zweet daaronder bleef zitten. Dan voel je zo'n echte poriën. Zijn er bepaalde scènes die jullie heel, heel heftig vonden om te spelen? Wat ik wel pittig vond, is dat ik in aardig wat scènes aan het huilen ben. Ik moet het wel ergens vandaan trekken op dat moment. Dus het vraagt een behoorlijke concentratie. Ja. Er zitten heel veel hele spannende scènes in waarin ze worden achtervolgd. Het is wel helemaal op angst en spanning gespeeld. Mij niet uit. Neem gewoon de tijd, op een gegeven moment is het gebeurd. Moet je bij de hand doen? Moet je bij de hand doen, jongen! Zal ik ook gewoon zeggen. Ze hebben haar geld moeten halen. Klaar. Ik heb de kans gegeven. De kans is zijn of geld. Ik weet het niet. Dus het was de allereerste scène dat jij echt zo'n hele lange lap moest doen. Daar hebben we echt 4-5 uur over gedaan. Het licht zakte al. Dat was op een plek waar hij ook veel kwam. Zijn naam werd gewoon gescandeerd naar mij, weet je wel. Dus echt? Mensen dachten gewoon dat hij daar langs liep. Dus daar, dus allerlei concentratie op en de tekst en de logica, maar dan ook nog een soort spichtig om je heen kijken van Word ik herkend? Judas, dat speelt zich af in met heel veel flashbacks en zo. Hoe is dat gedaan? Zijn er jongere versies van jullie? Ja, er zijn 4 Astrid. Godverdomme! Hoe durf jij je eten uit te spugen? Jij gaat alles opeten, hoor je mij? Ik kan echt niet meer. Dan moet je opname dat aanstelt, verdomme. Wat is lekker? Zeg ja maar. Niet aan van jou. Je bestilt mij toch niet, hè? Wat is dat nou weer voor een vraag? Hebben jullie al veel reacties ontvangen? Ja, van mij was al wel langer bekend dat ik in die serie ging spelen. Oh ja. Dus de reacties heb ik wel een beetje gehad al. Ik ben wel benieuwd wat er straks... Wat verwachten jullie? Vinden. Ik zou zelf zeker hiernaar gaan kijken, omdat je gewoon ook de, ja, van wat doen ze ermee en hoe vertellen ze dit verhaal en hoe spannend is het. En als ik zelf zou gaan kijken, dan denk ik dat heel veel anderen dat ook zullen doen. Mm-hmm. Nou, dat was hem dan. De persdag van Judas. Ik weet in elk geval wat ik ga doen de komende tijd, namelijk knijterhard bingen. Ik hoop jullie ook, want vanaf nu is alles in één keer te zien bij Videoland. Niet meer liggen in boksen. Als ik zeg iets doen, dan moet jij dat doen.